Inpoetsen wordt mede mogelijk gemaakt door Century Wasstraat in Groningen. Gius, wie ben voor eeuwig aan mijn koor verbonden? Ja, in waar komt dat door? Door een gaantje in Zuidbrouw. Ja, door de kip in een in de handen. Ja. Ach, ja. Ach. Ja, hartstikke mooi. Dat was toch... Dat moest zo komen zoals komen. Dat moest zo wezen. Ja, dat moest zo wezen. En ik heb er gewoon spiet van. Ik ook mooi. Ik ben er veel op aangesproken. Doe ook? Ja, vreselijk veel. En nog. Op steden word je niet gelukkig doen. Zelfs op grote shows in Hannover. Dat was een cursus. Raaier en onderzoek van kippen. En dan kwam ik toe binnen. Mens, dat is daar van verden zijn. Dat moest ik hebben zijn. We gaan koffie drinken en koeken essen. Nou, zo is dat ook een beetje gekomen, maar het is overal een beetje bekend, hè? Ja. Nou, en op die deur ook word ik vaak, zeg maar, op die 2 of 3 vaak ik. En ja, in het belt bij jongen aan en zei, verrek die man, die ken ik, weet je wel. Zo uit dat een beetje. Die gewoon in auto? Ja, hartstikke hard. Wordt het bedrijf vaak toe? Ja. Nou, dan is het allemaal boter, hè? Naar huis toe, hè? Ja, dat is allemaal boter, maar ik laat Rome niet open. Aan die kant ken het wel. Ja, ik wil was. Is dat Tientens? Dit is mijn vrouw. Oh! Nou, die heeft netjes. Mag je er wel in rijden? Nou, nog wel. Gooi met die mes. Oké, stap in. Nou. Zo. Wat een gedouw, hè? Ja, oh, moe me. Mooi wegje. Mooi wegje willen. Zo. Nou, daar zitten we dan, jongen. Daar zitten we in de auto. Nou, dat is ontzettend leden. Nou, dat is echt wel ontzettend leden. Twee jaar geleden. Ik denk dat dat filmpje wel, 60 miljoen keer bekeken is. Over de hele wereld. Ja, dat wil ik ook wel gelukkig met mijn oompje zeggen. Die woont in Florida. En die belde me. Hij zei, misschien zei je, hoe ben je mee bezig? Ik zei, ja, maar dat ligt niet alleen aan mij. Ik zei, moest die man van TV Noord hem. Ja, dat wist toen jij. Ik kom hier aan, nou, dat was toen. Ja. Maar ja, zo is dat balletje een beetje rond. Hoor. Ja, maar het is toch mooi zoals dat. Zo, ik moet even. Natuurlijk is netjes, maar. Het is op zich mooi. Doe als ze nooit op rekens. Nee. En ik ook nooit. Nee, maar bij ons op kantoor ook nog, genomen. Het ging gewoon zo, ja, hè? En ik kwam een beetje door de vuurzitter, maar die vuurzitter zo met die proten. Ja, en dan ben ik. Ik zit ook in het bestuur vanaf Jordens. Ja. Een vogelshow. Ja, vogelshow. Ja, en toen kwam die laag en toen was het opeens kippenboer. Ja, en ik heb wel 10 kippen. Maar verder heb ik heb alleen maar hens in één. Ik moet maar zeggen, dat is mijn hobby. Dat is wel vattig, joh. Ja. Ik heb wel vattig, joh. Wat een vogels. Dat vind ik mooi. Ik vind dat is mijn hobby en mijn lust in mijn leven. Ja. Dat vind ik gewoon geweldig. Hoe komst u aan zo'n laag? Ja, misschien ben ik er wel mee geboren. Ik kwam, maar als kind had je dat denk ik ja, ook wel. Ja, op school ook. Ik moet maar zeggen. Maar dan lijkt ze ook dubbel om die. Ja, natuurlijk. En ik mijn grote hoge handje, ja. En dan moet zeggen, ja, dat heb ik altijd al laat. Mijn kameraden zitten wel als een man, ze is schattig als Moluut, maar wel. Ja, zo werkt dat. Dat vind ik mooi, ik moet zeggen. Ja, ja, dat is natuurlijk ook mooi. Maar doe kist eigenlijk nergens heen, of wel? Nou, soms nooit. Soms wel. Soms dan zeggen ze van, moest eens lusten. Ja, kist ook een beetje verder achteruit gewoon, maar we kunnen allemaal niks meer zeggen. Wij wel allemaal, ze kennen uw tekst niet meer. En dan kroepen ze weg en gaan kraten. Ja, ik zei, dat ken ik ook niet op. Ik zei, ja, dan moet je me niet uitnodigen, weet je wel. Nee. En wat ik uitnodig voor een toneelstuk. Ja, en dan ga ik erin te kijken en, ja, en dan nemen ze er van die stukken bij. En dan zeggen ze van, ja, hoe kan dat nou dan? Ja, hoe kan dat? Ja, dat is mooi en dat begint te lachen. En dat vind ik geweldig. Ja. Maar word ik ook kom, ik kom zeggen, ja, dan zeggen ze ook wel, ik ben ook wel eens weg gewoon. Ja, dan kom je zo. Ik ben gewoon weg gewoon nu gewoon. Ik loop nu gewoon, waar ik in deur ben, ben ik nu gewoon. Wat zeg? Ja, dan denk ik van, we kunnen niks meer doen. Oh, dat was de hele bouw ja, maar niet toe. Dan verpest je eigenlijk zo'n toneelstuk. Ja, 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 wees, ja, als je kind niet veel, hè. Nou, ja, wat moest, hè. Maar ben je wel eens naar Bert Visser geweest of zo? Of, nee. Jochem Meijer? Nee. Want als ik erin ga, dan word ik mezelf al en ik voor televisie zie ik, oh, dat zit smol, dat is lang. Dus dat vis mooi, maar eigenlijk ken dat nooit. Nee, in wezen, nou, als ik vuur aan zit, dan ben ook wel mensen die sturen zitten wel eens aan en zeggen, ja, die kunnen niet vuren. Nee. Ik was hier naar Neer Pekel. Ik zei, ja, een vrouw, wat is een vreselijk aanstekelijke lach. Hij zei, ja, ja, maar die kind niks aan, maar even zo. Oh, dan. Even zo, ja. Oh. Die komt eraan, joh. Die komt eraan, hoor. Zo, is het vrij.
zo. Ja, nee, jongen, maar zo is dat met je hoorn. En dan zeggen ze van, ja, die ken ik ook niet op. Nee? Nee, ik heb nou allemaal die lach en die... Dat is een aanstekelijke lach. En daar reageert ons over op kantoor bij ons ook. Ja, dan zeggen ze van, nou... Ja, dus u was in een bepaalde kring al lang bekend? Ja, god, ja, jongen. Zeker, zeker. Ja, of, ja dat... Overal wel. Ik kom er ja. Ja, ja. Ja. Is toen, nou ja, hij is miljoenen keer bekeken in China, Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika, Zuid-Amerika. Het zat op de Noordpool aan het houden, denk ik. En Jochem Meijer had hem als alarm, dus een wekker, smeugens op de telefoon. Dus die werd elke morgen wakker met die. Dus dat zal die vrouw leuk vinden. En is toen veel beld door de media? Ja, ik ben ook, radio, ja televisie. Zeker, televisie. Ik ben ook de Radio 538 gebeld, nou dat was gewoon een afsluiting. Wat dan? Dat was gewoon, ze hadden me gewoon staan voor de gek. Toen heb ik gezegd, als je zulke vragen stelt, dan gooi ik de oren erop. En hij woont niet helemaal, die man. Ik zei, nou wat ik dat, ik heb de oren erop gehoord. Oh ja? Ik heb gewoon de oren erop gehoord, ik heb dus niet meer gebeld. Maar die zat je een beetje in de zijkant? Ja, en daar heb ik geen belang bij. Nee, daar heb ik allemaal geen belang bij. Dat is toch ook raar? Ja. En toen nemen ze me van de wereld draait door, bel ik van RTL 4. Ik ben eerst weer 6. Toen heb ik gewoon gezegd, ik word niet op mijn naam had, ik heb geen kapsel meer. En toen heb ik ook nog een belt naar nodig, dan moet ik toen maar aan. Oh, dan kreeg ik een juffer of een nou, die zei ook een beetje van dit en van dat. Ik denk, bekijk het maar. Toen heb ik mijn naam gaan sturen. En toen kwam ik een paar geleden, en dat heb ik net ook nog verteld, in Hannover, bij een alle grote show. Nou, toen kwam ik bij een instituut van AR in de Kippen. Hij zag mij ook direct. Mensen dat ik daar van vet zijn. Ja. Kom erin, koffie drinken. Ja, zo. Ik was toch wel bekend, hoor. Ja. Maar het gekke was dus eigenlijk dat ze in Duitsland respectvoller met je omgingen dan ja. In Nederland. Ja. En net als ik in zei, met die lach van de buren, die kwam bij me met die telefoon. Dat ze op Duitse tv een programma hadden, dat ze daar in Engeland opgenomen hadden, begin ik het te killen. En ik word er niet gelukt. Voor een soort lachtherapie of zo? Ja, dat was gewoon, die mensen die hadden nog nooit lacht. En dan zat ze op televisie, ze liet mijn lach zijn, uren. En dan gingen die kinderen, die zaten in zo'n stalen en die gingen lachen. Nou. Maar ik had er nooit zijn, ik zei, maar die Jan van Kruut, die woont vlak bij me, die had er op telefoon. Die kwam bij me, ik zei, dat wil ik niet gelukt. Nou, dat werkelijk, woord op, hoor, dat is geen probleem. Geweldig. Ja, ik vind het is hartstikke mooi. Hoor. Ja, was, ja dat is niet anders, maar zo wat schoon is schoon natuurlijk. Maar het is niet alleen van mij. Dat is ook met een man, zei van, doe. Hengst ook door de knijpen. Ja, dit was ook, ik ben ook wel door mensen in Amsterdam, Rotterdam, zomaar mensen spreken me dan aan en die zeggen, meneer, ben u die man van dat filmpje? Ja, dan zeg ik, maar ik moet ook zelf, kijkst u er nog wel eens hoor? Jawel. Ik regelmatig en ik lig elke keer nog weer dubbel. Mijn kleinkinderen, hoor, mijn kleinkinderen vinden het geweldig. Ja, maar het is ook geweldig. Ja, maar, ja, dat zeg ik ook, ja, het is niet alleen voor mij kom, ja, ik heb die laag wel. Ja, hij mag er ook goed druk mee. Ja, dat is zo ontstaan. En dat was er al boys. En, ja. En zo ben je aan elkaar verbonden. Ja, maar dat is en ook ik, zo. Ik vind het ook wel leuk. Ik ook wel. Ik vind die leuke kerel. Ja, en ik zeg ook wel, hij komt tegen hem ook. Ik zeg, nou dat ik voor hem binnen waar ook mee. Het is zo, zoals kom. Er was ook helemaal geen opzet. Ik wist het ook nooit. Nee. En, nee. Nou ja, ik vind, maar nu bist ook een hele leuke kerel. Want daarom stuurt me dat ook wel een beetje als 538 en zo. Want je kent wel zo'n lach hebben, maar dat mocht hij gewoon clown, hè? Nee, ik ben geen clown, echt niet. En dan kom ik allemaal met dat mensen dat denken, dat is toch een beetje gek? Ik moet zeggen, ik heb genoeg leren omdat ik heb mezelf al vermoorden, hoor. Ik heb mijn mondje voor reuren. Ja, maar doe is het ook een heel serieus beroep? Ja, dat heb ik. Ik kan maar zeggen, en heb ik ook direct gezegd, die wil ik nou. Door hem heb ik je ook vroeg van, Arnold, doe dat af. Oh ja, want RTL heeft hij wel... Nou, RTL 4, die zit nog achter mij aan te vangen. Ik heb me al 5 keer gebeld. En ik heb al drie keer... gesprek met die juffrouw had ik, heb ik ook gezegd. Ik zeg, ik wil best, maar Rob komt erbij en anders gebeurt er niks. Nou, dan doen we dat met ons buik. Ik zeg, en als dat mij wil, dan zeg je het maar. Ik zeg, Rob, regel die barrel verder. En anders denk ik, heb ik toen weer. Ik snap dat wel, want daar word je natuurlijk, daar word je ook wel voorzichtig van en achterdochtig van, hè, als ze zo met je omkomen worden. Exact, en dat wil ik nou. Ik heb gewoon gezegd, dit is zo kom. En ik heb ook tegen de juffrouw gezegd van RTL 4, je hebt me al drie keer gebeld. Ik zeg, maar Rob, ik zeg, door, heb ik nog een gesprek met. Ik zeg, en daar regelt die barrel verder. Ik ging van de uur komen en zei Rob ook, die kap die bal los. Ja. Ik zei, dat regelt de school vanaf verder. Oh, is dat zo, zei ze? Ik zei, ja. Ja, dan ben je het nooit meer natuurlijk. Nee, omdat ik dat ook zei. Ik zei, ik heb dat niet alleen maar ik zit er met meerdere mensen die niet betrokken ben. Nou, en het was ook met ons Biden, dus ik ken dat en ik, die regelde dat wel en anders maar nooit, hè? Nee, dan heb je niet zeggen, ik ben er al mag ook in. En als je zei, nou, zo wilden ze was toezegd, nou, dan zeg ik, met de kap niet meer.
Hey, doe best ook een dikke bakker vertellen, hè? Ja, dat ben ik. Dan doe eerst al wel eens in een bus een bak verboden. Ja, dat heb ik. Dit is chauffeur nou weer. Kom eens dat maar in de bus, Bill. Maar zo kan zo'n chauffeur toch ook niet meer rijden? Nee, die man zei, wil je alsjeblieft stoppen? Die zat in dubbeldekker in de bus, joh. Kan die man van boven. Geef die man nog 1 uur en zei, wat heb je op de boom ook maar wat moet ik nou aan denken, man? Aan die voet die had er niet zo naar weg gelopen. Dat is... Zie die adres mooi! Geweldig, jongen, dat moet ik niet man. Dan schud je dan in het zin. Op dat moment brood me erover. En dan gaat hij al, dat was toen die dag. Of die, ja. Dat was toen met dat. Ach jong, dat. Dan denk ik toch aan. En dan, ach god jong. Alles komt er ook weer terug. Ja, mooi, en dan met die beurs ook jong. Dat was geweldig jong. Heel, ach, god. En er waren ook 2 uur Zeeland jong. Geweldig, mooi jong. Die wordt me ook al in uur. Nou, ik zeg, het is wel goed met jou. Ja, mooi. Maar schitterend. Ja, het is schitterend. Ik vind, nou, dit was. Mooi om die te spreken weer. Dan blijft die ook daar ook in. Ja, wie man in contact doen. Ja, dat vind ik leuk. En ja. Ik kom nog weer in de kino die naar je toe kijken. Maar ja, dat was hartstikke mooi. Ja, kom maar rustig langs. Geen probleem. Koffie is kloor. Geweldig. Ja, en als zwemmen is het ook nog even zwemmen. Oh, dan neem ik mijn zwemboksen mee. Neem maar met. Neem maar met. Of mijn Adam-kostuum. Ja, dat mag ook. Ik heb jou niet zoveel schuld. S'nachts. Luister mij 11 uur soms. Als mijn goud duister. Dan was dit ding nooit vergeten. Nee. Oh, neem die nog maar even met. De boeten. Ja. Pak hem door Roes. Hai, hai, hai. Niet normaal. Daar komt alles weer even terug. Jeetje, Mino. Nou, ik heb alweer een week laag. Oh god, ik heb alweer 2 weken. Zijn helemaal niet. Moe, hè? Prachtig. Nou, ik vond het wel even gezellig. Zo even dat even, ja, dit was wel even gezellig. Ja, één doel, één bouw op Wimbekoer. Ja. Dat vind ik geweldig. Moe. Wie zou me komen, hè? Dogen, ja. Gezellig. En dan was je even, dat was toen in Zeest. Dan schreef ik ook wel even op papier. Want ik vind het ook niet Holland. Ja, want die hebben een ideetje, hè? Dat rolde hij nog helemaal geheim. Maar als dat deur gooit, oh, dat wordt lachen. Die rolde nu wel helemaal te hoogte. Ja, ja. Nee, maar dan. He? Ja, dan moet ik even maar een papier zien. Ah, dan breng je er wel in. Dat komt wel fout. Dan breng je er wel in peuren zo. Nou, maar Jannie mag er weer in. Ja, maar mag je camera's net zo hebben? Oh nee, dat is ook zo. Ik pak je camera's eruit. Jannie, hij is weer vrij hoor. Eén poetsen wordt mede mogelijk gemaakt door Centuri Wasstraat in Groningen.